vaak terug aan die momenten die we dan hadden. Want toen ik kwam, toen was het al gelijk, ging het gelijk bergafwaarts. Want wij knokten op een gegeven moment alleen maar tegen degradatie in de hoofdklasse. En ik kan me wel herinneren dat we op de laatste speeldag ons tegen Excelsior Feyenoord speelden. Maurice Pot scoorde nog in jouw afscheidswedstrijd, was dat bij NSP. Toen was de krant op, toen ging Maurice ook weg. En Roy van Vels scoorde penalty. Roy, dan moet je me nog een paar keer laten zien hoe je dat deed. Ik zag in het wedstrijdverslag dat ik zelf twee grote kansen miste. Kan me niet meer herinneren. Maar 12 jaar later, grandioze wedstrijd gespeeld. WSC uit, 2-0 gewonnen. Dansend op de tafel in de kantine. Dan werd ons in het dak afgenomen daar. En dat is al nog een beetje dwars ook, getuigen vorige week. Als we niet kwamen. Momenten buiten het veld meegemaakt. Turkije, trainingskamp, Groningen. Ik kan me nog herinneren dat we bij Peter Gillis in het vakantiepark in Arnhem zaten. Keken we de recensies van tevoren. Was er iemand met een broodmes neergestoken voordat we kwamen? We hadden een geweldige tijd daar. Ik vind het ook een mooi moment om even alle vrijwilligers te bedanken die de vereniging Lunchpijt Rijk is. Dankjewel aan de onderhoudsgroep, sponsorcommissie, jeugdzaken, voetbalschool, kledingcommissie, kantinepersoneel. We komen jullie zo aan het werk zetten. Al die mensen die zich belangeloos inzetten om deze club sportief draaiende te houden. Ook alle mensen rondom het eerste die ons altijd overal mee geholpen hebben. De wasdames, de fysio, Patrick van der Meijden en zijn team. Vlagger, Manus van Alles, Jaap Frens. Erik de Weert, Niels en Arno. Geweldig hoeveel uren en tijd jullie in de club hebben gestopt. Kees Keizer, voor alle amusante en scherpe beschouwingen op de wedstrijden. Kees, ik hoop dat je inmiddels een nieuw favoriete speler hebt gevonden, nu ik ben gestopt. Teammanager Henk Hup. Ook vandaag weer alles tot in de puntjes geregeld. Klas Henk. We zijn jullie zeer erkentelijk en dankbaar voor wat jullie voor ons hebben gedaan. Pap, mam, Nicolette, bedankt voor jullie support door de jaren heen. Nicolette, ik had gezegd dat ik wat meer zaterdag thuis zou zijn. Maar ja, de jongens van de vierde rekenen nu op me. Dus ja, ik hoop dat je me nog een paar zaterdagen kan gunnen. Het blijft de mooiste dag van de week. Bedankt allemaal, ik zie jullie graag.